De Nijmeegse pompenkliniek had de veiligheid niet op orde. Grote bosbrand bij Heilig Landstichting. En nieuw gebouw voor Dorpshuis Beuningen. De Pompenstichting in Nijmegen had de veiligheid niet op orde. Daardoor konden vorig jaar zomer 2 TBS'ers ontsnappen. Dat zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport. De pompenkliniek was niet scherp genoeg op mogelijke risico's en op veiligheid. De hekken waren niet op orde en de kliniek had weinig geleerd van eerdere ontsnappingen. De 2 TBS'ers, Sherwin W. en Luciano D., die een jaar geleden ontsnapten uit de pompenkliniek in Nijmegen, konden wegkomen omdat ze allerlei vrijheden kregen. Onder andere de hoeveelheid telefoontjes die werden gepleegd, het zicht op bezoekers. Het tweetal ontsnapte in de avond van 21 juni uit de kliniek in Nijmegen, klom over 3 hekken op het terrein, terwijl een handlanger een gat maakte in het buitenste hek. Ongeveer 41 seconden nadat het alarm afging, stonden de TBS'ers buiten en verdwenen ze met hun handlanger in een vluchtauto. Het tweetal kreeg tijdens hun behandeling alle vrijheid om op de verschillende terreinen te verblijven. Een terrein zonder dubbel hek en een terrein waarvan bekend was dat er eerder ontsnappingen waren gebeurd. Over het toezicht op dit zogeheten terreinverlof is veel onduidelijk. Instructies hierover zijn te beknopt, vrijblijvend en niet concreet. Bovendien is niet duidelijk of het een verantwoordelijkheid is van de sociotherapeuten of de beveiligers. Uit het onderzoek blijken allerlei inschattingsfouten. De 2 criminelen vertoonden weliswaar sociaal wenselijk gedrag, maar leidden het personeel om de tuin. Iets wat strafrechtdeskundige Henny Sakkers niet verbaast. Vanuit de achtergrond van detentie weet je dat je eigenlijk altijd heel scherp moet opletten als gedetineerde of TBS'ers voorbeeldgedrag of modelgedrag vertonen. Dat gebeurt niet zelden om toch een beetje zand in de ogen te strooien. En dat is hier ook gebeurd. Maar helemaal uitsluiten dat er in de toekomst niet soortgelijke incidenten gaan gebeuren, kun je nu eenmaal niet, omdat het toch een beetje inherent is aan de verpleging en behandeling van TBS-patiënten. Er woedde maandagmiddag een grote brand in een bos in Heilig Landstichting. De brand heeft 500 vierkante meter aan bos verwoest. Een voorbijganger merkte het op en sloeg meteen alarm. De voorbijganger was op een naastgelegen manege samen met een kind een paard aan het aaien toen hij rond 5 uur de brand ontdekte. Hij belde meteen de brandweer. Deze kwam gelijk met meerdere auto's op de brand af. Vanaf 1 juli krijgen BOA's in Nijmegen een bodycam. Naar aanleiding van 2 proefperiodes is het nu zeker dat de BOA's voorzien worden van deze camera's. Doordat BOA's de bodycam dragen, is de verwachting dat mensen minder agressief zijn richting de BOA's. De personen die aangehouden worden, merken de camera waarschijnlijk al snel genoeg op. Aangezien je de camerabeelden terug kunt kijken, is er dus snel bewijs als personen die aangehouden worden agressief gedrag vertonen. Op Facebook wordt melding gemaakt van een zware mishandeling en beroving die afgelopen zondag plaats zou hebben gevonden in Mook ter hoogte van het Vionenstraatje. Een jongeman zou zwaar mishandeld zijn door een groep andere jongeren. Hij zou onder andere met een fles aangevallen zijn en vervolgens beroofd zijn van zijn helm, bril, pashouder met onder andere zijn scooterrijbewijs en van zijn scooterspiegels. Ook de scooter in kwestie zou zwaar beschadigd zijn tijdens het voorval. De lege polder, gelegen aan de Schoolstraat in Beuningen, ondergaat binnenkort een opmerkelijke transformatie. Het geliefde dorpshuis, waar een breed scala aan activiteiten plaatsvindt voor mensen van allerlei leeftijden, staat namelijk op het punt een nieuw gebouw te krijgen. De huidige faciliteiten zijn simpelweg te klein geworden om te voldoen aan de groeiende vraag en diversiteit aan evenementen en programma's die worden aangeboden. Een aantal koren, het ene koor repeteert 's maandags, dat zijn 70 koorleden, dat is een groot koor. Verder hebben we daar de Japanse vechtsport, maar ook boogschieten. Dus van zingen tot aan vechten, tot aan boogschieten, dat gebeurt allemaal in de plus het orkest repeteert hier 's maandags en dinsdagsavonds. Dus de leestafel en hier hebben we dus taalcafé. Voor alle mensen die de Nederlandse taal willen leren spreken. Sociaal Cultureel Centrum De Lege Polder is toe aan vernieuwing. Het dorpshuis waar inwoners elkaar ontmoeten en de deur voor iedereen openstaat, heeft vooral meer ruimte nodig. Een soort transitiefase zitten we nu in.
van het traditionele dorpshuis naar een netwerk dorpshuis. Dat betekent dat wij proactief samenwerking zoeken met culturele instellingen, met maatschappelijke instellingen, om te kijken hoe kunnen we elkaar versterken, wat kunnen we voor elkaar betekenen, zodat dit huis van verbinding, wat wij willen dat het is, dat dat ook vorm gaat krijgen. Input van de gebruikers zelf is juist ook iets wat het huis in de toekomst nog meer wil stimuleren. Dus niet meer reactief afwachten van, kunnen wij een zaal verhuren, is de vraag. Maar ook proactief zelf ons versterken, ons doel verbinden. Dan hebben we nog, zien we de ambitie van de gemeente Beuningen ook. Die willen groeien naar 30.000 inwoners. Wat automatisch ook meer vraag zal genereren. De gemeente heeft besloten dat er een nieuw gebouw komt voor de Lege Polder. Eerst moet de juiste locatie gekozen worden en er volgt uiteraard een bouwplan. Even wachten nog, maar het bestuur van het dorpshuis kan eigenlijk niet wachten om zowel de bezoekers als het team te verblijden met een nieuw, fris gebouw. Ik gun het de bezoekers hier, ik gun het potentiële. Als je A zegt, dan ga je ervoor. Ik gun het de mensen. Het gaat makkelijker worden om te verduurzamen voor monumenteigenaren in Nijmegen. Er is sinds 1 juni een speciale adviseur om te helpen met verduurzamen van monumentale panden. De gemeente vindt dat belangrijk dat monumenten in de stad goed beschermd worden en in goede staat worden gehouden. Om te zorgen dat de gebouwen hun monumentale waarde behouden en om te zorgen dat eigenaren zoveel mogelijk energie kunnen besparen, gaat de gemeente de monumenteigenaren hierbij ondersteunen. Het onderwerp hondenbelasting raakt bij vele hondenbezitters een gevoelige snaar. Bij het vaststellen van de begroting in Heumen vorig jaar leek het namelijk erop dat niet de helft van de hondenbelasting daadwerkelijk besteed werd aan hondgerelateerde zaken. Reden voor de VVD en het CDA om hun vraagtekens te zetten bij het nut van deze spreekwoordelijke melkkoe. De wethouder vindt daarom dat de gemeenteraad aan zet is om een besluit te nemen of de hondenbelasting in stand gehouden wordt of niet. Het mannenteam onder de 20 jaar van Nijmegen Atletiek heeft zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap. Afgelopen zondag won het team de derde competitiewedstrijd waarmee zij vierde zijn geëindigd in het landelijk klassement. En dat geeft hun een plaats in de finale van het NK in september van dit jaar. Vorig jaar lukte het de mannen van onder 20 ook al om zich te plaatsen voor de finale van het Nederlands kampioenschap. In navolging op ons nieuwsbericht van gisteren, waarin we lieten weten dat de Nijmeegse VVD niet blij is met de plannen van onder meer de Stadspartij Nijmegen om auto's nog meer uit de binnenstad te weren, plaatst Stadspartij een overzicht op Instagram met de stellingen die wel of niet juist zijn. Zo zou het onder meer niet juist zijn dat zij betaalparkeren in de gehele stad willen invoeren of dat alle wegen een maximumsnelheid van 30 km per uur zouden krijgen. De gemeente Overbetuwe gaat subsidies aanbieden voor activiteiten die bijdragen aan duurzaamheid. Denk hierbij aan kledingruilbeurzen, repaircafés, recycleparties, een deelauto in je wijk of een bloementuin. Dat meldt de fractie van GroenLinks in die gemeente op Instagram. De subsidie is bedoeld voor een bijdrage aan een energietransitie, kringloop-economie of klimaatadaptie binnen de gemeente Overbetuwe. In het kader van de toekomstplannen voor de gemeente Druten meldt die gemeente dat mensen nog tot en met aanstaande vrijdag een zogenoemde Dromen voor Druten kaart kunnen inleveren op het gemeentehuis. Dit zijn kaarten met een droomwolkje waarop mensen hun wens voor Druten in het jaar 2040 kunnen opschrijven. Dat beloofde 30 graden werd vandaag in onze regio niet helemaal gehaald, maar het zat er wel in de buurt. Met lokaal 28 graden en veel zon was het ook vandaag weer een vrij warme dag. De komende dagen neemt de temperatuur nog een klein beetje af, maar in grote lijnen blijft het weer gewoon lekker zomers. Ja, zo blijft het overdag 27 à 28 graden. Vrijdag iets minder met 25 graden, maar de zon blijft wel flink schijnen. Wel zat er een vrij stevige wind die het misschien ook wel iets aangenamer maakt. Ook in de nachten wordt het langzaam iets draaglijker. De temperaturen zakken dan terug naar zo'n 12 graden.
Ja, en tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf een nieuwstip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mailtje naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!